Goeiedag allemaal, welkom weer bij een nieuwe YouTube video. Nou, vandaag wil ik het hebben over wat termen die je zowel in de beleggingswereld als in de crypto-wereld gebruikt worden. En dat is dan vooral op het gebied van traden. Ik heb al een keer eerder een video gemaakt met over hoe je de Japanse candlesticks kan lezen. De link zal ik even in de beschrijving zetten. Het is misschien wel handig om die video eerst te kijken en daarna deze video. Anders wordt het niet helemaal duidelijk, denk ik. En, ik zie al heel veel YouTubers die dus helemaal in die fancy tradingview.com zitten. Hè. Dan hebben ze hier zo'n grafiek. Ik zal hier ook eventjes een grafiek tevoorschijn halen. Nou, bijvoorbeeld de Bitcoin ten opzichte van de euro. Nou, meestal halen ze ook de gegevens van Bitstamp vandaan, dus die klik ik ook aan. Nou, ik doe even die cookies accepteren. En dan zie je hier ook weer dus precies diezelfde Japanse candlesticks. En ik kwam eigenlijk een beetje die grafiek uitleggen van hoe het nou werkt en wat die traders nou precies... niet wat ze precies doen, maar echt de basisbegrippen eigenlijk uitleggen. Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Nou, die reclame die klik ik heel eventjes weg. Je kan met TradingView ook een account aanmaken, een gratis account. Dan komen dat soort pop-upjes niet in je scherm. Alleen ik ga nu even voor de video niet helemaal weer een account aanmaken. Ik ga eerst even uitleggen hoe het een beetje werkt. Nou, je ziet hier links bovenaan dus wat je aan het vergelijken bent. Welk paard je aan het vergelijken bent. Ik heb hier bijvoorbeeld nu dus Bitcoin ten opzichte van de euro. En die candles, dat heeft een bepaald tijdsframe. Dat heb ik ook uitgelegd in de vorige video. Nou, nu staat hij op daily. Hè. Je kan dan hier allemaal kiezen ook voor helemaal weekly. Bijvoorbeeld, en dan zoom je wat meer uit. Hè, hier, en hieronder zie je dan de tijd. En hier zie je dan helemaal 2019, 2020 en 2021. En om het maar even aan te geven. Hè, eind 2021 schoot Bitcoin keihard omhoog. En vanaf ongeveer eind april, mei 2021, toen donderde die weer goed naar beneden. Maar is die wel hooguit tot... Als we die shadow meepakken, die wick, tot hooguit hier is die gedonderd. Dus tot 24.208,39 euro. En je kan met TradingView ook helemaal precies met dat kruisje aangeven op welke as je zit, zeg maar. Dus de x-as en de y-as, dat ken je gewoon van wiskunde. Dat is dus al de basis. En je ziet hier ook een raster staan. Nou, ik laat het altijd aanstaan. Ik zie ook heel veel mensen dat uitzetten omdat ze dat niet prettig vinden. Ja, ik heb daar totaal geen last van. Dus ik laat het allemaal lekker aanstaan allemaal. En dan zie je hieronder nog een... eigenlijk is dat een beetje in het tweede deel van je grafiek. Dat is namelijk het volume. En dat volume kan er ook dus zowel rood als groen zijn. Hè. Dus dit is bijvoorbeeld een groene. Hè, deze 1, 2, 3, 4 groene staven. Dan zie je hier ook tegelijkertijd met deze 1, 2, 3, 4 groene candles. Dat ze groen zijn. Dus dat betekent dat het volume steeds meer en meer bitcoin werd er gekocht, zeg maar, van de euro's. En hier zie je dan twee rode. En dat betekent dat het volume dan weer... Het volume is wel omhoog aan het gaan. Alleen mensen zijn dan met traden aan het short gaan. Dus dat wil zeggen... Of ze zijn aan het verkopen. En met short gaan dan zijn ze het pas later. Als ze denken dat de koers naar beneden is gegaan... Kopen ze later het pas terug eigenlijk. Een soort contractje. Dat ga ik ook eventjes uitleggen. Nou, waar ik zelf op zit, dat is Bybit om te traden. Dus die heeft, dat zijn er wel dollars, hè, BTC US dollar. En die heet, dat heet een perpetual contract. Dat is zo'n contract wat eigenlijk niet of nooit verloopt. Dus dat is dan om te traden, om te short gaan. Dan zijn het ook echt dus smart contractjes.
Maar de echte smart contracten, die zitten dan weer bij Ethereum. Maar dan ga ik weer veel en veel te diep op de materie in. En ik wil eventjes echt bij de basis blijven. Ga eventjes terug naar de daily. Dat is denk ik het makkelijkste om uit te leggen. Nou, je ziet hier een aantal pieken en dalen. Het is eigenlijk een sinus van wiskunde. Sinus theta of sinus x, als je dat bij wiskunde al hebt gehad. Je ziet hem hier bijvoorbeeld, als ik die lijn, die stippellijn, ja, hier nu eventjes hier neerleg als nulpunt. Nou, dan zie je hier ging hij naar beneden, hier omhoog. Nou, hier er weer overheen, nou, omhoog en dan weer naar beneden. Hier omhoog en naar beneden. Hier omhoog en naar beneden. Hier omhoog en naar beneden. Nou, wat betekent dat dus? Dan zie je mensen hier altijd een lijn tekenen. Ik weet niet of ik dat ook eventjes kan doen. Ik heb nog nooit met die TradingView getekend. Dus ik ga het wel eventjes proberen. Horizontale lijnen wil ik eventjes hebben. En als ik die dan bijvoorbeeld hier teken, ja, nou dat mag je nog allemaal gratis doen. En dan hier teken ik er dan nog ook eventjes één bij die dalen. Ja, ik kan wel iets lager gaan zitten. Ja, dan teken ik er eventjes twee. Oh, dan moet ik hem opnieuw aanklikken, zie ik al. Even kijken, zo. En dan hier moet ik hem weer opnieuw aanklikken. Gaat automatisch de standaard naar dat kruisje terug. Hier zo aan de onderkant en aan de bovenkant teken ik er ook nog wel eventjes één. Ja, die zal ik even op de body zetten, want ja, één wikje, dat is natuurlijk niet genoeg. Dan heb je wat meer de bodies van die candle. Hier, dan klik ik hem weer mis aan, jongens. Jongen, jongen, jongen. Zo. Nou, en dan die lijntjes, dat heet support en resistance. Je ziet hier bijvoorbeeld dat nou, deze lijn, de onderste lijn, dus deze blauwe lijn, is voor dit gebied, voor dit hele gebied tot en met hier, is het echt de support geweest. Dat hij gaat er niet onder. Ja, hier een keer een wikje of 1, 2, 3, 4. En dan hier nog eens een keer 5. En dan hier gaat de candle er echt onder. En dan als het hier onder komt, dan heet dat dus de resistance. Dan wordt die koers daardoor tegengehouden. Maar dat kan je dus beter zien, bijvoorbeeld. Hier zo, hè, die 60, 63.000 hier is die, ja, met de wick is die er wel doorheen gekomen, maar hij komt daar echt maar niet hoger. Hij ligt zelf eigenlijk, als je hem een beetje wat beter tekent, ligt hij hier, die resistance line. Zo. Ongeveer, ik heb hem nou net iets te laag getekend, maar je snapt misschien wel de bedoeling. Hier knalt dan de hele tijd, knalt die grafiek hier tegen die lijn aan en dan wordt die elke keer weer teruggedrukt naar beneden. Hier ging die toevallig wel eventjes boven bij deze twee candles, maar hier elke keer, hey, lijn en dan weer teruggedrukt. En dan hier zelfs helemaal eronder gedoken, maar hier wordt die weer opgevangen door deze lijn, door die support line, daarom heet het de support en resistance. En dan hier is die weer boven en hier is die dan doorgebroken, heet dat. En dan heb je hier een candle boven de resistance line. Nou, dat heet trouwens een gain. En dan mag je een prijsactie verwachten van dat hij dus naar boven schiet. En dat heeft hij hier ook gedaan. Is hij hier helemaal. Dat was toen in maart. Ik weet niet of het een all-time high was. Volgens mij wel. Ja, dan moet ik even uitzoomen naar de andere kant. Nou, dat is heel duidelijk. Dat was inderdaad een van de eerste all-time highs die er waren. En nou, hier zie je hem dan weer ook daarna terugzakken onder de resistance. En dan zie je hem ook tegen de support weer knallen naar beneden. Dus deze rode die is, ja, net iets boven de support gestopt. En dan zie je hier een hammer candle. Dat heb ik ook uitgelegd in die vorige video wat een hammer candle is. En dan zie je dus dat iedereen op ging kopen. En dan waardoor dit dus de support blijft. Alleen, ja, helaas knalde je hier dan weer tegen de resistance line aan en ging die weer terug naar beneden. En zo heb je dus die hele sinus. Ja, dat gaat dan de hele tijd door. En de ene keer ja, heb je een kleine gain, hè, zoals hier het geval was. Even kijken, deze is dat. Dit is nou, best een grote gain eigenlijk. En de andere keer heb je een kleine gain. Nou, en hier ging die echt heel kort en dan ging die weer terug en daarna weer terug naar beneden en weer terug omhoog.
Ja, en dan hier een heel klein kendeltje wat een gain heeft gemaakt. En dan ging die inderdaad weer naar boven. En dan knalde hier weer tegen de resistance line aan. En dan ging die weer terug naar beneden. En dan onder de support. Nou, dit is dus een hele lange candle naar beneden geweest. Wel met veel opkopingen. Want hij is hier gesloten. Dus vanaf hier is die echt zo low geweest. Maar iedereen ging natuurlijk weer kopen. En is die uiteindelijk gelukkig wel hier gesloten, hè, zullen we maar zeggen. Als je dan long zat of je bent gewoon een verzamelaar, een hodler, hè, dat doe ik ook. Ik ben niet echt een trader, maar ik zit gewoon Bitcoin te kopen tegen de inflatie aan. En wat die euro en die dollar helemaal geen flikker meer waard is. Ze krijgen ook letterlijk nu 0% rente op de bank vanaf 1 juli. Het moment van de opname is 11 juli 2021, heb ik hier zo in de hoek. De datum van opname staan. Dus ja, je kan beter niet gaan sparen, maar dingen kopen die geld opleveren. Nee, ik doe dat dan met Bitcoin. Ik heb trouwens geen hele Bitcoin hoor, maar echt een paar Bitcoin stand zit ik inmiddels op. Dus ik spaar gewoon elke week een beetje bij. En totaal dus elke maand een beetje bij. Ja, net als eigenlijk je vroeger dat deed met een spaarpot met guldens. Ja, zo oud ben ik al, mensen. Dus op die manier doe ik het dan. En ja, traden ben ik echt nog beginnend. Maar ik heb nu wel al een heleboel geleerd. Met name van het kanaal, dat heet DopiCash. Daar heb ik ook dit een klein beetje van gejat, dit onderwerp. Dus vandaar even een SO naar DopiCash. Daar leer je echt heel veel en er is heel veel gratis. Ik ben zelf wel een beetje begonnen met traden. Alleen ik word nog wel heel vaak uitgestopt op Bybit, maar ik begin het al een beetje te leren. Alleen helaas is het dan nu, nou weer net zomer, dus er gebeurt geen ene zak hier. Je ziet het hier ook, van die hele kleine candletjes. Je ziet wel nog de sinusbeweging, maar eigenlijk gebeurt er, en zeker de laatste dagen, gebeurt er geen ene reet. Ik zal even dit ding wegklikken. Dat zie je hier ook aan het volume. Hier was het volume nog hoog. En hier is het volume echt ja, heel laag, hier wel wat hoger geweest, nog zo'n beetje tegen eind juni. En daarna zie je de hele volume helemaal instorten tot helemaal niks. Want er krijgen natuurlijk ook steeds meer en meer mensen die hebben zomervakantie en gaan met hun lui reet op het strand liggen. Dus die treden dan niet. Vooral Amerika heeft vanaf 4 juli een vakantie gekregen. Dat zijn ja, daar zitten toch echt de grootste traders in. Hè? De American Dream, het land van de money, zeg maar. Dus ja. En in Azië zijn ze wat meer, er staan wat meer fabrieken, zeg maar. Dus die gaan gewoon elke ochtend aan het werk en hebben daar geen tijd voor die trades. Dus we moeten het echt hebben van Amerika en Europa. En in Afrika hebben ze dit natuurlijk allemaal niet. Dus dan zitten we nou precies in die zomervakantietijd. Dus er gebeurt nu helemaal maar niks. Dus kan je alleen een beetje ja, daytraden en scalpen. Alleen ja, daar heb ik dus geen tijd voor. Want ik heb gewoon een fulltime baan nu weer trouwens. Het is wel een tijdelijke baan, gewoon via het uitzendbureau. Maar ja, daar kan ik in ieder geval wel de hypotheek van betalen. En de rest probeer ik dus het te investeren. En ik heb natuurlijk wel gewoon een grote spaarpot voor als een keer, hè, als ik een aanrijding krijg met mijn auto of mijn wasmachine gaat kapot of whatever, dan kan ik dat gewoon allemaal op zo een nieuwe kopen, mocht dat nodig zijn. Ja, behalve auto, dat wordt dan natuurlijk wel altijd tweede of derdehands. Ik koop nooit nieuwe auto's, want laat een ander maar lekker die afschrijving betalen. Dat ga ik niet allemaal doen. Maar goed, ik was jullie aan het uitleggen van de support en de resistance en ja, trendline. Hè, dat had ik eigenlijk in die vorige video over hoe je de candles leest ook al uitgelegd. Hè. Hier zo'n lijn hier schuin naar beneden. Ik zal eventjes trendline zo schuin naar beneden. Nou, dat is dus een downwaartse trend, dit stuk. Dan kan ik ook even een opwaartse trend zoeken. Nou, hier zo. Trendline. En dit is een stukje opwaartse trend. Nou, en dan hier weer een downwaartse trend. Een neerwaartse trend. Sorry, ik zit weer half Engels te praten. Oh, ik moet hem wel opnieuw aanklikken. Zo, en zo zie je ook een beetje die sinus wat hoekiger worden. En wat ik ook nog uit wil leggen, dat is, ja, had ik
eigenlijk beter eerst kunnen doen. Maar ik vind het makkelijker om in deze volgorde te praten. Omdat je ja, support and resistance bij alle YouTube-kanalen hoort. Maar eigenlijk de stap ervoor, dat is het kijken naar prijsactie. En ja, dat is eigenlijk, dan pak ik heel eventjes de Hikin Ashi Candles. Dan heb je wat scherper, ja, de toppen en de dalen. Dat is eigenlijk prijsactie waar je naar kijkt. Dan zie je hier heel duidelijk een piek. He, dus, en hier een hele lagere. Dus dit is dan, hey, dit is dan je low, heet dat. En dan heb je hier een higher high, heet dat. He, die is echt heel hoog gesloten. En dan zie je hier weer een dal. Maar dat is dan wel weer hoger dan die. Dus dit heet een higher low. En als je dat ziet, gaat die meestal, de koers gaat die meestal snel omhoog. Nou, dat zie je hier ook, dat het gebeurd is. En dan heb je weer een hogere high. Hè? Een higher high, letterlijk hier zo. Die is weer hoger dan deze higher high. Daarom heet het ook een higher high. Dus dan dit punt verandert dan weer naar je high eigenlijk. Want die grafiek gaat natuurlijk gewoon in de tijd door, zullen we maar zeggen. En dan hier heb je ook weer een higher low. Nou, wat gebeurt er nou? Oh, ja, nu krijg ik allemaal weer reclame. Dat is heel vervelend, jongens, terwijl ik aan het uitleggen ben. Ik doe even leave page en dan opnieuw. Ik heb nu op gewoon refresh gedrukt. Maar dan zie je dus hier, is dan nog een keer die higher low, was ik aan het uitleggen. Nou, hier heb je dan weer een higher high dan deze. En dan hier heb je weer een higher low. Die higher is dan dus dan deze low. Daarom heet het ook weer een higher low. En dan zie je hem weer omhoog gaan. Alleen je kan natuurlijk ook de andere kant op werken. Ja, als je vanuit gaat dat dit je punt is, heb je hier een high. En dan heb je hier in één keer een lower low. Nou, ga nou weg met die reclame, jongens. En dan heb je hier, hier zo weer een lower, of sorry, een higher low. Ja. Of een lower high. Is dit. Dit is dan weer een lower high dan deze. En dan gaat het de andere kant op. En dan heb je hier weer een iets hogere. Hè? Dus weer een lower high. Lower dan deze. Nou, dat betekent, is een indicator dat hij naar beneden gaat donderen. Nou, wat gebeurde er? Hij ging letterlijk keihard naar beneden donderen. Hier zo. En dan heb je dus weer een lower low. En dan heb je ook heel veel volume. Hier zie je dat ook. Dat heb je hier, toen die omhoog ging, veel volume. Dat is die onderste grafiek. En als die naar beneden gaat, heb je dus ook, je hebt juist veel volume. Ook al is het dan minder bitcoin voor je euro's. Of in dit geval je dollar. Oh, ik heb nu euro genomen. En, dan, en dit is een trend die gaat, dat heet sideways. Hè? Zijwaarts. Dus er gebeurt er gewoon eigenlijk helemaal niks. Hè? Wat ik zei van die de zomer, ja, dan zitten niet heel veel mensen ook achter de computer, maar dan gaan ze ook, ook degene die werken, gaan 's avonds lekker fietsen of rennen of wandelen. Dus die treden dan ook een heel stuk minder, dus is het volume een stuk lager. Dus met dat betreft wil ik een beetje de basis uitleggen van wat al die rare YouTubers nou doen met die grafiek. Ik zie ook heel veel YouTubers indicatoren gebruiken. Ja, ik ben daar niet zo heel fan van. Ik kijk gewoon echt puur naar de grafiek. Ja, dat is eigenlijk alles wat je nodig hebt. En het volume hier, dat is dus ook eigenlijk ook een indicator. Hier zo, indicator strategie. Ga je dan op het FX klikken en dan pak je dus volume. Die staat nu aan. Dus als ik hem erop klik, dan kan ik hem misschien wel weer uitdoen. Alleen, hij stond uit, alleen stond in shadow modus, zie ik. Maar goed, dat, je kan altijd dus hier zoeken om het om dus al die indicatoren aan te doen. Eentje die vind ik op zich nog wel oké, die zie ik ook heel veel gebruikt worden, dat is de MACD-indicator. Die zal ik ook even tevoorschijn toveren, MACD. En die laat eigenlijk een beetje zien waar de omslagpunten zitten. Je ziet hier van dat rode, hier zie je dat die rood oploopt. Dus ze denken dat die heel hard naar beneden gaat. En hier zie je het rood minder worden. Dus dan denken ze al dat er een stijging aan zit te komen. En dat gebeurde hier ook, hier een kleine stijging. En daarna werd het sentiment van de MACD ook weer groen. Die komt wel te laat, zie je dat. Als je er net
Als je hier pas erin staat, ja, dan ben je alweer te laat en dan word je, als je gaat traden, gewoon keihard uitgestopt. Dus ja, daar ben ik niet zo heel veel fan van indicatoren. En ook, ik zie ook heel veel YouTubers over dead cross en golden cross. Hier zie je dat dan weer bijna, maar dat moet je allemaal niet naar luisteren. Want ja, je moet gewoon wel je eigen conclusies trekken en je eigen technische analyse doen. Hè. Dat is wat het is, die candles bekijken, is een technische analyse. Hè, maar even dus samengevat, begin met prijsactie. En dan zet je dus die high-keen Asher candles aan. Dan zie je echt die pieken en die dalen. Dan worden die wat scherper. En hier zie je dan die higher high ten opzichte van deze low bijvoorbeeld. En hier een lower high. En hier weer een higher high. En hier een higher low. En andersom ook. Hè. Hier dus weer, als dit de high is, dan hebben we hier een lower low. En dan hier weer een lower high ten opzichte van die. En dan weer een lower low. En dan begint het hele spelletje weer opnieuw. Alleen met steeds mindere volume. Want hier werd het zomer en natuurlijk steeds meer daglicht. En gaan mensen gewoon lekker 's avonds fietsen en wandelen. In plaats van dat ze weer achter de computer gaan hangen. Ik ben zelf ICT geweest. Dus ik wil na 8 uur inderdaad ook niet echt meer achter de computer hangen. Maar nu met de uitzend... Bureaujob ben ik gelukkig wel wat meer fysiek bezig overdag en kan ik s'avonds wat meer achter de computer hangen. Tenzij het echt knijt is, maar weer zit ik ook lekker op het fietsje of ik wandel een rondje. Wat ik dus net heb uitgelegd, support en resistance. Hier is dit de support en dit de resistance. En dan gaat om de nullijn heen, zit hij dan te zien. En meestal start je dus een long op de support en je start een short op de resistance. Tenzij je dus zo'n gain candle hebt, dan kan die dus uitbreken of naar boven of naar beneden. En dat zie je dan ook aan het volume. Ja, dat is eigenlijk een beetje het tweede deel van je grafiek, daar kan je dat dan zien. En dan kan je ook nog de MACD aanzetten voor die omschakelingen, zeg maar, van het sentiment van kopen of verkopen. Maar doe dat nou wel ter bevestiging, want meestal komt dat ding altijd te laat. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik weet dat het een heel theoretische video is. Maar op het moment heb ik niet echt heel veel klussen in huis. Er gaat er wel een video van aankomen. Maar die is ook een beetje aan de theoretische kant. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke of interessante video? Doe dan een duim omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dag allemaal.